Ondanks een mooie en terechte 0-2 overwinning op zondag tegen SC Heerenveen gaat NEC zich opmaken voor de Jupiler Playoffs. Aanstaande donderdag al speelt NEC in de eerste wedstrijd van de halve finale tegen FC Emmen. Na de overwinning op Heerenveen keken doelpuntenmaker Arnoud Groeneveld en interim trainer Ron de Groot vol vertrouwen vooruit. Ron, gefeliciteerd met de winst op NEC. Hoeveel emoties heb jij gevoeld vandaag op de bank? Ja, niet zo heel veel, want je hoort wel de tussenstanden natuurlijk. Ik moet zeggen dat we uitgegaan zijn van onszelf in eerste instantie. Ja, we moesten winnen, dat hebben we gedaan. Alleen op de andere velden vallen de uitslagen dan, tenminste in Deventer valt dat dan tegen. Dat is jammer. Voelt het ook echt als een overwinning, ondanks dat je toch de play-offs in moet gaan? Ja, het voelt voor mij zeker als overwinning. Ik bedoel, we hebben de laatste wedstrijd gewonnen, deze wedstrijd gewonnen. Dus ik denk dat we met een goed gevoel richting de play-offs gaan. Ja, op een gegeven moment kwam Sparta volgens mij voor met 1-0, terwijl het 1-1. Je kon ook aan het publiek merken natuurlijk van ons. En Patrick heeft een telefoontje bij zich, dus die kon die tussenstanden snel zien. Dat is balen natuurlijk. Maar we moeten doorgaan. We moeten in de Eredivisie blijven, dus we gaan richting de play-offs. Als je kijkt hoe we gespeeld hebben, bij Vlagen goed voetbal. Veel mogelijkheden gehad om de score hoger te maken. Weinig weggegeven, ja, dat geeft heel veel vertrouwen richting donderdag. Wat zegt jouw Emmen? Nog niet veel eerlijk gezegd. Ik heb me er nog niet mee bezig gehouden, maar daar gaan we ons volgende week in verdiepen. Wat geeft het aan voor de tegenstander die je nu gaat treffen, FC Emmen? Ja, een heel andere ploeg. Het is een fysiek sterke ploeg. Een ploeg die een beetje op de counter wil spelen ook. Met twee snelle spitsjes. Dus het zal misschien een ander soort wedstrijd worden als vandaag. Dus daar moet je wel op voorbereid zijn.